Ik zit hier in het regenachtige Hilversum met Gelanda de Vries. Ja. Gelanda, ik kwam je naam tegen op een website, nondualiteit-boeken.nl. Ik dacht, hé, die naam die heb ik nog niet eerder gezien of gehoord ergens. Ben jij zo'n goed bewaard geheim? of ben je nog niet zo lang met deze materie bezig? Nou, in mijn eigen zoektocht ben ik er al best wel lang mee bezig. Maar wellicht naar buiten toe minder bekend. Ja. Ja, ik heb nu mijn boek, Pure Vrijheid, is net een aantal maanden verschenen. Ja, en zo heb je me natuurlijk gevonden. Ja. Vandaar. Ja. En wat is dat voor jou, pure vrijheid? Ja, pure vrijheid was voor mijzelf echt de zoektocht. Wat ik eerst elke keer weer zocht in de buitenwereld. En dat ik het toen echt naar mezelf ging toehalen. Dat ik echt ging voelen van ja, alles wat ik in de ander zie is van mezelf. Dus elk oordeel, elke afwijzing, elk verlangen, dat neem ik naar mezelf weer terug. Dat kijk ik aan. En dan krijg je er op een gegeven moment ook je eigen verantwoordelijkheid voor. En dat voelt vrij. Dat je het niet meer buiten jezelf zoekt, maar elke keer in jezelf. En dat eigenlijk je dagelijks leven spiegelt je nog steeds waar je niet vrij bent. Dus bij elk oordeel, irritatie of emotie ga ik het niet bij de ander leggen. Bij mijn baan of bij mijn kinderen of in mijn relatie. Maar dat ik het naar mezelf terughaal en ga voelen wat dit over mij zegt. En waar het vandaan komt. Ja. En elke keer als het een stukje bewustzijn opkomt of het... Of je doorvoelt het, dan wordt het zachter, dan wordt het lichter. Wat wordt zachter? Waar ik voorheen een oordeel over had of een irritatie over had, dat ik hem naar mezelf terughaal. Bijvoorbeeld de irritatie van hij luistert niet naar mij. Ja. En ik voel dan, goh, in hoeverre luister ik naar mezelf? Of in hoeverre luister ik naar anderen? Of wat doet het niet luisteren met me? En voel ik daar een boosheid, een verdriet of een angst? En het zowel doorvoelen als een stuk bewustzijn krijgen op die gedachten maakt dat ik anders kan kiezen. En kies je dan voor de liefde of kies je voor de angst? En dat is continu eigenlijk de keuze in hè, hoe ik het zie. Wat je hebt in je denkgeest. Ja. En dat is wat mijn vrijheid heeft gegeven. Om daar steeds meer bewustzijn op te krijgen. En het heel dicht bij jezelf te houden. En dan maakt het leven is ook een avontuur. Want elke keer voel ik of zie je onvrij is. Waar het onvrij is. Of waar het zwaar is. Dus als het zwaar is. Of waar het licht is. Waar je naartoe kan. Op de zwaarte waar je nog naar mag kijken. En dan heb je het eigenlijk voor een heel groot deel ook in je eigen hand. Klinkt heel volwassen. Ben jij altijd zo volwassen geweest? Of is dit iets wat pas de laatste paar jaar dat je er op die manier in staat? Ja, dat is natuurlijk een hele zoektocht. Dat is een heel proces. En elke keer krijg je weer een stukje dieper bewustzijn op iets. En in die zoektocht, door cursussen, door naar leraar te gaan, door mijn eigen levensproces. En het eerste stuk was heel erg vanuit mijn hoofd. Dat ik het wou begrijpen. Wat staat hier en hoe gaat het dan? Hè? Dat echt de liefde zien, de liefde voelen. En op een gegeven moment is het ook heel erg uiteindelijk het stoppen met zoeken en het doorleven. En het echt elke keer weer bij jezelf stap voor stap aankijken, doorvoelen. Ja. En dat gaat nog steeds door. We zijn, je bent nooit klaar. Nee. Dus elke keer weer op een ander laagje wordt weer iets aangereikt. En soms, ik heb het de hele tijd gehad in mijn relatie. En dus soms heb ik het weer even met mijn kinderen. Of dan opeens weer op het werk, op alle hoeken. Of op thema geld, of op thema gezondheid. Op alle vlakken zitten natuurlijk heel veel overtuigingen, waarden, normen, verlangens, verwachtingen. Die je gewoon nog, die je stap voor stap mag aankijken. Kun je iets vertellen over de mensen die jij in je proces bent tegengekomen waar je veel van geleerd hebt, waar je misschien niet niks van geleerd hebt? Waren het Nederlandse leraar, buitenlandse leraar? Ja, nou eigenlijk
Elke leraar, elke mens is eigenlijk een leraar die je tegenkomt. Überhaupt? Ja. Zelfs in elk contact. Ja. Ook wat wij nu hebben. Elk contact is iets wat... in elk contact wordt het aangeraakt. In elke verbinding wordt het aangeraakt. Je hebt natuurlijk de leraren die... als heel stuk iets hebben doorleefd. En waar je naar kan luisteren. En waar je kan voelen van... Oké, bijvoorbeeld een Jeff Foster of een Eckhart Tolle. Dan voel je van, wat ze zeggen, daar wil ik naartoe. En dan krijg je weer een stukje informatie die je zelf weer mag doorvoelen. Maar ook in contact met mijn buurman, mijn buurvrouw, met een vriend. In elke verbinding gebeurt iets. Ja, iedereen en alles is je leraar. Ja, en leerling en leraar, beide. Je komt iets geven en je komt ook iets halen. En in die contacten kan je kijken hoe dat stroomt. En is daar vrij of is er iets wat je tegenkomt wat je lastig vindt? Ja. En wat vind je daarin lastig? En dat is continu weer van jezelf. Het is nooit de ander. Want in ieder zie je jezelf. Dus continu als ik ergens met iemand in contact ben en ik wijs iets af. Of ik heb een oordeel of ik zit in mijn reddersfunctie, wat ik heel goed ken. Ja. Dat ik mensen... dat ik ergens boven ging staan. Of ik maak mezelf klein, die ken ik ook. In plaats van die gelijkwaardigheid. Ja. En dus in elk contact wat nog genoeg te leren. En het is continu weer kijken van, hé, wat doet het met mij? Ja. Nou, nogmaals, dat komt heel volwassen over. Maar ook heel intiem op de een of andere manier. Is er bij jou dan geen barrière tussen jou en degene die je spreekt? Is er meteen, want ja, ik kan me toch herinneren dat ik me ook heel vaak voor mensen in het verleden ook afsluit. Hè? Yeah. Jij triggert iets bij mij, ik noem maar wat, ergernis of verdriet of dat ik het moeilijk vind. En meteen sluit ik me af en ga ik heel rationeel met jou te werk. Ik wil jou als het ware niet voelen. Yeah. Voel jij? Ja, dat ken ik. Ja, dat ken ik. Dat is dat stuk waarbij je natuurlijk heel erg in de weerstand schiet. Ja. Of dat iemand te dichtbij komt of er gebeurt zoveel veel met je. Waar natuurlijk nog geen, waar je soms niet naar wil kijken. Dat is natuurlijk ook onze ontkenning of ons een stukje onderbewustzijn. Wat je op dat moment nog niet eerlijk naar jezelf kan kijken. En dan projecteer je alles naar buiten. Ja. Dan denk je, joh, maar hij is eigenlijk niet aardig. Hij doet het. Ja. Of dat werk lukt maar niet. Of er is altijd wel iets wat dan... En dat kan je inderdaad, een beschermingsmechanisme is natuurlijk in je hoofd gaan schieten. En het gaan analyseren. Of wegvluchten, of het niet willen voelen. Of een bepaalde waarde of norm opplakken. En dat is eigenlijk ook het grootste deel in dat ego. Dat we continu in dat ego... eigenlijk op het moment dat je echt naar je ego gaat kijken... Maar wij vinden het natuurlijk heel moeilijk om naar het ego te kijken. En dat willen we eigenlijk niet. Waarom niet? Want als je naar je eigen ego gaat kijken, dan kom je heel veel tegen. Heel veel pijn, verdriet, heel veel oordelen. Angst. En de angsten. En dat is eigenlijk waar we continu voor wegrennen. En dat is eigenlijk ook die weerstand. Dus er is eigenlijk al het bewustzijn van, ik wil het naar mezelf toe halen. Dat doen we eerst, projecteren we het naar de buitenkant. Mm-hmm. Dan heb je het bijna naar jezelf. Dan kijk je en dan denk je, dit ziet er eigenlijk allemaal niet zo prettig uit. Terwijl ik eigenlijk ook allemaal niet voelen. Want eigenlijk als je door die pijn, die angst heen gaat, daarachter is pas het licht. Ja. Geen makkelijke weg. Makkelijkst is met het vingertje wijs. Ja, het is makkelijk. Ik ga met jou niet verder als baas of als collega of als vriend of vriendin. Want jij doet mij pijn. Ja. Maar die andere kant, hoe jij dan in het leven staat, lijkt me ook heel kwetsbaar. Ben jij niet heel makkelijk letterlijk te kwetsen? Nee, het is juist heel krachtig. Want daarnaast heb je ook het onderscheid. Want wat uit iemands mond komt, is van de ander. Zo noem ik het altijd maar. Mm-hmm. Dus als iemand tegen me zegt van ja, je bent dat of je bent dat. Is eigenlijk van de ander. Als het mij raakt, is het van mij. Mm-hmm. Dus ook in projectie ga je heel duidelijk zien van hé, wat is de ander? En waar zit de ander in dat stuk? Wat de ander allemaal zegt... hoef ik niet allemaal te absorberen. Dat hoeft niet van, dat gaat over mij. Dat deed ik vroeger wel, namelijk alles persoonlijk. Oh, je bent niet dit, oh, je bent niet dat, oh, je bent niet zo. Oh, dacht ik, dan moet ik weer aan het werk. Nee.
wat de ander ziet, ziet hij ook in mij. Maar dat is weer van zichzelf. Ja, 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 ja. En op het moment dat je dat heel duidelijk gaat zien, dan kan je kijken van, goh, dan weet je eigenlijk ook waar zijn pijnpunten of haar pijnpunten liggen of haar willende vlekken. En daar hoef ik niks mee. Dat is van diegene. En diegene is dan boos of verdrietig, nou ja, of die zit in de afwijzing. Nou ja, mag dat er zijn. Op het moment dat ik daar niet meer in haak, dat ik dat niet wil veranderen, mm-hmm. of ga bagatelliseren of verdedigen, dan is dat wat er op dat moment is. En op het moment als ik nog een afwijzing voel, of een teleurstelling of een verdriet, dan is dat van mij. Ja. Dan mag ik dat voelen en denken, oh, dit doet mij even pijn. En je zou bijna zeggen, dankjewel. Ja. Dus dan ben je, voor mij is dat, ja, kwetsbaarheid is, in, als ik kijk naar kwetsbaarheid, is het meer de openheid. Dat we gaan delen van, goh, zo ben ik, zo voel ik me. Of hier ben ik mee bezig. En op het moment dat je je opent, zie je ook dat andere mensen zich openen. Ja. En want we zijn allemaal hetzelfde. Weet je, iedereen heeft verdriet, iedereen heeft pijn, iedereen heeft angst. Maar we hebben ook onze blijheid, onze geluksmomenten. Dus ja, we zijn zo, er is geen verschil. Ja. Alleen we zien er anders uit, het uiterlijk. Ja. De een heeft lange benen, de ander heeft blond haar, de ander heeft krullen. Ja, nou ja, maar als je voorbij het lichaam kijkt, zijn we natuurlijk één. Ja. En dat was ook nog wel in mijn hele proces, op het moment dat ik dat zag. Want je hebt eigenlijk, zie ik dat als twee niveaus. Het ene niveau is dat alles helemaal goed is. We zijn één met elkaar. En dat is ook als je gaat mediteren, dan voel je vaak echt die verbondenheid. Dat is dat stuk. Mm-hmm. En het tweede niveau is eigenlijk dat je in de wereld staat. En dat we hier in die leerschool zitten. En dat stukje ego. En dat we die continu mogen gaan aankijken. En hoe meer je dat aankijkt en doorleeft en ziet, hoe meer er van het eerste niveau ook zichtbaar wordt. Er komt meer ruimte. Ja. 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 Gelinda, in jouw boek, is het meer een praktisch boek? Is het een beschrijving van jouw zoektocht? Staan er oefeningen in? Ja, het is eigenlijk een combinatie. Het is een stukje theorie. Noem eens. En waar ik heel erg duidelijk het stuk weer over die twee niveaus. Het ene niveau, dat alles al goed is. En dat het perfect is. Dat iedereen perfect is, compleet. En dat we met elkaar verbonden zijn. De eenheid. En het tweede is het praktische deel. Dat is dat we hier in de wereld staan. Dat we een lichaam hebben. En dat we onze dagelijkse dingen te doen hebben. En dat we continu ook geconfronteerd worden met dingen wat, die moeilijk gaan. En onze gevoelens die we allemaal tegenkomen. En hoe daarmee om te gaan. Ja. En daarnaast is er in het boek een deel over mijn persoonlijke zoektocht. En alles wat ik daarin ben tegengekomen. Om het ook door voorbeelden te geven. Om het praktischer te maken. En uiteindelijk is het eigenlijk heel eenvoudig. Ja? Wat is heel eenvoudig? Zien wat je bent? Ja, dat je ziet dat we in ons hoofd maken we het vaak zo ingewikkeld. En het eenvoudige is dat, dat we eigenlijk al helemaal compleet zijn. En dat dit is wat het is. Ja. Alleen we plakken er van alles op en we projecteren continu. En op het moment dat je dat gaat zien in het web, wat ik in het eerste deel ook zei, weer meer naar jezelf terughaal. En daar ligt je werk. Daar ligt voor iedereen ons werk. Maar dat werk is ook weer zo eenvoudig. Omdat het dagelijkse leven spiegelt je continu waar je nog niet vrij bent. Dus je hoeft eigenlijk niets te doen. Het komt gewoon naar je toe. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is een stuk bewustzijn en een stuk bereidwilligheid om er zelf naar te kijken. En te gaan voelen. En te kijken van, hé, wat wordt me hier gespiegeld? Maar dat is dus, wat je ook net al zei, zelfrealisatie is niet iets waar je in één keer klaar mee bent. Nee, maar je bent ook nooit klaar. Ik ben ook niet klaar. Het is een proces. En natuurlijk zijn sommige mensen al, als je kijkt, als je echt in het nu bent. Maar dat heb ik ook niet. Nee. Ik zit ook soms toch in de toekomst, in het verleden. Ja. Maar breng ook tijd door dat je helder bent. Maar elke dag wordt er nog van alles gespiegeld. En steeds op een dieper niveau.
Of soms ook nog op het niveau dat je denkt van, oh, uit die hoek had ik het nog niet verwacht. En dat is nog ook weer eens heel primair. Dus ja. Het is, ja, het blijft gewoon, wat mij betreft, continu een leerschool. En word je daar nou wel eens moedeloos van? Je denkt, jeetje, zijn we nou nog niet klaar? Nee. Wanneer kan het nou eindelijk eens een keer rustig worden? Nou, het is ook heel rustig. Omdat ik, het heel eenvoudig is. Omdat je weet dat het continu, het spiegelt je leven wel, waar je nog niet vrij bent. Mm-hmm. En dat is heel rustig. Dus je krijgt elke dag, en soms is er niks. Dat is een hele rustige dag. Ja. En soms is er iets. Maar je weet ook gelijk dat je het mag voelen, toelaat, naar je bewustzijn. En dan gaat het weg. Het is natuurlijk vergeven. Dus continu kies je denkgeest. Eigenlijk is het dan zo'n keuzemoment. Kies je voor de liefde of kies je voor de angst? En dat zie je bij iedereen individu. Je ziet het in verbindingen tussen twee mensen. Je ziet het ook in groepen. En je ziet het ook collectief. Dat we continu de keuze hebben. Reageren we hier vanuit liefde of reageren we hier vanuit angst? En als ik angst heb, mag ik dat dan voelen? En mag ik kijken wat daaronder zit, laagje voor laagje? En dat maakt het eigenlijk heel rustig, maar ook heel avontuurlijk. Ja. Want als we klaar zijn, ja, wat dan? Wat is klaar? Ja. Dan zitten we klaar te... Ja. waar zijn we dan op zoek? Wat is... Ja, het leven is zo mooi om juist geleefd te worden. Ja. En dat helderheid is zo mooi dat je het continu weer naar jezelf toepakt. En dat je zelf eigenlijk... Ben je continu in charge. Om te kijken van, hé, wat gebeurt hier nog? Dus die omstandigheden... Die deren jou niet? Of in de zin van, geen enkele omstandigheid is voor jou gevaarlijk? Noem maar wat, kerst komt er weer aan. Ja. Er zullen zat mensen zijn die nu denken, oh god, dan zit ik daar bij het kerstdiner weer tegenover die ene schoonbroer of oom. Oh, ik moet er niet aan denken. Ja. Nou, op dat moment, als je dat denkt, dan heb je gelijk al weer werk te doen. Ja, ja. Ja, want er zit natuurlijk allemaal weer een veroordeling. En die veroordeling is van, hé, wat veroordeel ik in... Mijn broer of in mijn schoonbroer. En dan op dat moment is gelijk weer even een materiaal om. En op het moment dat je dat doorleefd hebt, dan zie je dat niet meer. Dan is die broer nog wel zo, maar je ziet dat niet meer. Maar er zijn toch ook wel onprettige mensen gewoon? Of bestaan die niet volgens jou? Er zijn toch gewoon vervelende, nare mensen? Ook in je familieleden, in je collega's of... Zeg je dat zegt alleen maar iets over wat ze bij jou aanraken? Ja, in principe wel. Er bestaan alleen maar liefdevolle mensen. Nou, er staan niet. Het is alleen maar wat ik zelf wil zien in de ander. Dus als ik in de ander boosheid zie, dan heb ik dus ook nog zelf boosheid in me. Op het moment dat ik dat stuk heb doorleefd, dan zie ik dat niet meer in de ander. En natuurlijk heb ik ook in mijn eigen leven genoeg meegemaakt en genoeg situaties en mensen op mijn pad die onprettig waren. Maar eigenlijk achteraf waren dat mijn grootste leraren. Want continu mocht ik bij hun voelen. Ja. Van, het was ook nog mijn eigen spiegel. Ja, dit roept het bij mij op. Ja. Okay. Of is dat een waardenorm op van, hé, jij mag niet zo zijn. Mm. Jij mag niet zo brutaal zijn. Ja. Of jij mag niet zo dominant zijn. Nou, wat zegt dat over mij? Mag ik dominant zijn? Of in hoeverre ben ik dominant zelf in andere situaties? En mag dat stukje, en wat roept dat in mij op? Ja. En dan was er een stuk boosheid, soms boosheid naar mezelf. Goh, ga eens op je streep staan. Of een stukje verdriet, van er zijn zoveel over mijn grenzen heen gelopen. Ja. Of de angst om mezelf te zijn. En dan kom je steeds een laag dieper en dieper. En op een gegeven moment ga je dat doorvoelen. En dan op een gegeven moment zie je in de ander, zie je dat stuk. Dan is iemand misschien dan, maar dan denk dat je, oké. Okay. Ja, maar het is ook van de ander. En als de ander, alles wat hij dan zegt, uit zijn mond weer komt... Dat is toch van diegene. Ja. Dat hoef ik toch niet. Ik kan hem toch niet redden. Niks met jou te maken. Nee, dat zo, als het weg is uit jouw systeem. Ja. Ja, en als die ander nog heel dominant loopt te doen. En die loopt van alles. Dan hoef ik daar toch niks mee. Nee. Dat is toch zijn verantwoordelijkheid. Nou, als het je baas of je partner is. Dan heb je er toch dagelijks mee te maken. Je kan op een gegeven moment wel beslissen. Vind ik het prettig dan om wel daar nog te zijn. Ja. Dat zou ook weer lief zijn voor jezelf. Vind ik het prettig om ergens te zijn. Waar ik... dingen doe die ik eigenlijk niet prettig vind. Nee, dat is niet voor jezelf.
En dan kan je kiezen om uiteindelijk weg te gaan. Maar dan ga je niet weg omdat je heel boos bent op die ander. Want hij doet onrecht aan mij. Want omdat hij niet zo is, ben ik hier niet gelukkig. Dan wijs je weer naar de ander. Ja. Maar je kan uiteindelijk wel kiezen van, goh, ik wil niet meer in deze relatie zijn. Ja. Maar niet omdat hij mij niet gelukkig maakt. En er wordt zo vaak, jij zei het net ook al, gesproken over doorleven, hè? Ja. Hoe gaat dat? Ik bedoel, ja, of gaat dat volautomatisch? Ik bedoel, doorleef ik ook al 's nachts in mijn dromen? Of doorleef ik als ik alleen maar ga zitten mediteren? Wanneer doorleef je? Doorleven is eigenlijk voelen. Mm-hmm. En wij vinden het natuurlijk best wel lastig in deze maatschappij. Dat hebben we eigenlijk ook niet meer heel erg geleerd, om echt te voelen. Ja. We doen natuurlijk heel veel met ons verstand. En het echt doorvoelen is echt voelen zonder er een verhaal van te maken. Dus voelen van het verdriet, dat verdriet er mag zijn. Ja. Zonder dat op het verdriet een verhaal komt van hij maakt mij verdrietig. Of ik ben al heel lang verdrietig. Ja. En ook mijn moeder maakte mij verdrietig. En nou, voor je het weet zit je in dat verhaal. Dan zit je weer in je hoofd. Dan zit je niet te voelen. Nee. En voelen en verdriet is. En eigenlijk, of verdriet maar een gevoel is. En op het moment dat je toelaat, dan is het gewoon, is er even verdriet. En ik ben niet uren verdrietig. Ook al, maar als dat zo is, is ook prima. Maar mijn ervaring is, dan liet ik het toe, mijn verdriet. En voelde ik van, ja, ik herken echt dat hier heel veel verdriet. Dat ik echt voel, mijn verdriet voel. Maar moest je daar vrij voor nemen? Of kon dat ook op je werk? Nou, dat is eigenlijk op het moment dat het er is. Ja. Dat het er mag zijn. En dat wil niet zeggen als ik dan, dat ik dan uren loop te huilen. Maar het gewoon het erkennen van, hey, dit gebeurt er met me. Ja. Het voelen. Van, hey, dit is nu, of ik voel hier nu boosheid op. En dat is niet jouw boosheid, of boom, maar hey, het is mijn boosheid. Maatschappij en mag ik het, en dat is het doorvoelen, het erkennen, of het voelen van je gevoel daarin. Ja. En de maatschappij kan zoiets betitelen als labiel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Inderdaad, zover zijn we al doorgeschoten in de maatschappij, dat als jij gewoon laat blijken hoe je je voelt, kom op, hè? Pokerface. Mm. We willen gewoon die ene versie van jou zien die we kennen. Ja. Die stoere versie. En dan zit ik iets te doorvoelen uit mijn jeugd. En dan is het al Patrick. Patrick is weer depressief. Ik noem maar wat geks. Ja. Ja. Is het ook een kwestie van lef en moed om gewoon te denken, ja, schijt wat iedereen ervan vindt. Ik wil gewoon nu even voelen wat er te voelen valt. Ja. Misschien maak ik het ook wel groter in mijn hoofd hoor dan het is. Misschien verzin ik zelf wel het idee dat ik altijd de stabiele Patrick moet zijn die nooit ergens last van heeft. Of ja, altijd dezelfde. Altijd vrolijk. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een paar verschillende dingen. Aan de ene kant is het iets wat je naar de buitenwereld wil presenteren. Mm-hmm. Aan de andere kant is het van, mag ik, wil ik mezelf toestaan om te voelen? En ook het beeld van, als ik voel, ben ik dan labiel. Mm-hmm. Want op zich is voelen is heel natuurlijk. Wat wij wel veel doen is, van voelen hebben wij zoveel verhalen opgeplakt. Dat het een heel emotioneel drama wordt. Ja. En dat drama, daar gaan we in geloven. We maken onze eigen drama's. Met de verhaallijn erop. En dan ook nog de heftige emoties erin. Terwijl als we gewoon puur naar het gevoel dat wat is op dat moment, zonder dat verhaal, en het onszelf toestaan, van hé, hey, voelen is gewoon een hele natuurlijke staat. Ja. Dan zijn we eigenlijk alweer in een veel natuurlijker staat dan alles wat we er net allemaal opplakten. Ja. Dus, en je hoeft ook niet meer bang te zijn om te voelen. Nee. Dat is vaak, hè, dat de angst inmiddels zulke proporties aangenomen heeft voor datgene wat gevoeld wil worden, ja, dat je er maar van weg blijft. Ja, want stel dat het dan dat we erin wegzinken. Ja. Zeggen we zelf, als ik nu ga voelen, dan gaat het zoveel. Ja. Maar dat is dus ook weer iets, wat we, een etiket wat we op voelen plakken. Ja. En dat is ook weer eigenlijk de weerstand tegen voelen. Want als we er een etiket op plakken, dan hoeven we er eigenlijk niet naartoe. Want als ik ga voelen, ja, dan wordt het een drama. Of ja, dan wordt het zo'n groot verhaal. Ja. Maar dat is weer de weerstand. Op het moment dat we gaan erkennen van, hé, we hebben angst voor voelen. Mag dat zijn? Mag de angst er zijn om te voelen? Ja, ik ben bang om te voelen. Maar onze grootste angst is de angst voor liefde. Ja? Ja.
de angst om te ontvangen. Want uiteindelijk, als je door al die lagen gaat, dan is dit daar eigenlijk onze grootste angst. Angst om liefde angst hebben? Angst om... Of om lief... Ja, beide. Angst voor liefde. Liefde is, hè. Liefde is er altijd. Ja. Maar angst voor de liefde. Onze natuurlijke staat. Ja, daar zijn we bang voor. Daar zijn we uiteindelijk bang voor. Dat is toch raar? Ja, als je erover... We zijn het en we zijn er tegelijkertijd bang voor. We zijn er heel druk mee bezig om daarvan weg te rennen. Ja. Ja. Glinda, je vertelde net in het tweede deel van dit gesprek dat we datgene wat we zijn, onze natuurlijke staat, liefde, dat we daar eigenlijk continu van aan het wegrennen zijn. Ja. Waarom? Waarom is dat zo eng? Waarom is dat zo eng, ja? Ja, want dan zijn we er eigenlijk niet meer. Dan zijn we één bewustzijn. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk met elkaar een wereld gecreëerd waarin we toch denken, geloven in de ik. En waar we ook natuurlijk, zowel individueel als collectief, natuurlijk een heel groot ego met elkaar hebben gecreëerd. Ja. En nu mogen we, in principe mogen we het gaan aankijken, stap voor stap. En iedereen op zijn eigen tempo en iedereen vanuit zijn eigen proces. Ja, en dat stuk, daar zit de grootste weerstand om daar naar te kijken. Ja. Om op te lossen in het geheel. En dat dus niet meer te zijn, wat jij zegt. Ja. Terwijl het ook zo fijn is, hè. Een film lossen we op. Lossen we op in een hapje heerlijke eten. Ja. Maar dan gaan we weer toch weer gauw inderdaad die verhulling erop. Ja. Die afweer. Jij daar, ik hier. Ho, ho. Ja. Ja. En ook in het stuk van de een is beter of de ander is slechter. Ja. Of wij, dat zie je nu natuurlijk ook collectief. Van wij hebben de waarheid, die hebben die waarheid. En we zijn continu met elkaar in strijd. Van wie heeft er gelijk? En zowel individueel als collectief. We doen ook daarin, zowel individueel zie je het gebeuren, zijn er kleine oorlogjes. Als collectief is het ook. Er is ook geen verschil op dat niveau. Overal zie je dezelfde patronen en processen. Ja. En je kan ook en mensen willen in essentie niet heel graag veranderen. Dat is ook maar dit eng, is hè? Wat we kennen. Ja. Ja. De gevangenis. Ja. Van het ik. Ja. Ja. En ik heb je het woord non-dualiteit nog niet horen gebruiken. Wat is voor jou non-dualiteit? Waar verwijst dat naar? Ja, dat verwijst eigenlijk. Non-dualiteit verwijst voor mij echt naar het eerste niveau dat alles er al is. Dat liefde is. De eenheid. En dat alles, dat iedereen goed is zoals die is. Perfect. Het perfecte moment dat alles helemaal oké is. Dat is een ondualiteit voor mij. Ja. En de dualiteit doet zijn intrede op het moment dat we denken... Dat we afgescheiden zijn. En dat jij bent en ik. En jij bent speciaal. Ja, precies. En dat we in die speciaalheid zitten. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. En dan gaan we met elkaar kijken wie er gelijk heeft. Ja. Ja, en de weg eruit is om alleen maar naar je eigen stuk te kijken. Te kijken en te doorvoelen wat dat is. Ja. En uiteindelijk elke keer weer naar de angst toe. Want door al die lagen... Je kijkt eens naar je oordeel of je overtuiging. En daaronder zit vaak een emotie van boosheid, verdriet. En uiteindelijk naar de angst. Om door die, en ook te erkennen wat voor angst daar zit. En te voelen. Ja. En dat laagje voor laagje. En ik noem dat wel eens mee. Het is net als de zolder opruimen. Je komt voor alles tegen. En het zit in alle hoeken en gaten. En je denkt van, oh, het is opgelost. De volgende dienst gaat aan. Misschien ken je dat. Heb je net iets dat je denkt, nou, dit is weer klaar. Ja. En dan staat de volgende weer aan de deur te kloppen. Ja. En zo blijf je opruimen. Totdat je daarin steeds helder wordt. En zachter. Uiteindelijk is het veel zachter. Ja. Jij bent een liever mens geworden. Ja. Ja. Nou, allereerst naar jezelf toe en dus ook naar de omgeving. Ja, want je hebt, daarin zie je, de liefde is eigenlijk dat je in de ander gewoon ziet dat hij helemaal goed is zoals hij is. Hè? Dat je dat in jezelf ziet en met ook je eigen zelfbeeld. Ik moest heel veel zelfbeelden opruimen. Wat had je zo als zelfbeeld van jezelf? Nou, ik moest natuurlijk een sterke vrouw zijn, moest een goede moeder zijn, moest perfect zijn, moest harde werknemer zijn.
Ik was onzeker. Was ik wel mooi genoeg? Was ik wel intelligent genoeg? Weet je, je wordt ouder. Ja, oh ja, ja, nou ja, al dat, al de stukken. Ja. Bij jezelf, dat je daarin ook zachter en liefde mag zijn. Van ja, het is helemaal oké. Ja. Het is oké wie ik ben, met de dingen die ik makkelijk kan en die ik moeilijk vind. Dat is ook oké. Ja. Jij geeft hier in dit pand ook coachings aan mensen. Ja. Is dat hetzelfde, gaat dat hetzelfde te werken zoals jij en ik nu tegenover elkaar zitten? Of, ja. En komen mensen, de problemen die ze op de tafel leggen, is dat eigenlijk altijd hetzelfde? Vermomd als conflict met een collega? Of... Ja, het is altijd het zoeken naar geluk eigenlijk. Hè? Het zoeken naar liefde. En dat kan in het ding zijn van, joh, ik wil een betere baan. Of het kan zijn, nee, ik kan niet goed opschieten met mijn baas. Of ten aanzien van een relatie. Het maakt eigenlijk niet uit waar mensen komen. Het gaat eigenlijk over, wat speelt er op dit moment in je leven? Wat is op dit moment het thema? En dan eigenlijk met iemand gaan kijken van, hé, hoe kan je dat weer van, hé, je legt het in die buitenwereld, hoe breng je het weer terug naar jezelf? Ja. En dan uiteindelijk ook het doorvoelen. Wat kom ik daarin tegen? Oh, eerst al mijn waarden, normen, mijn overtuigingen, mijn afwijzingen. En dan door die beschermingsmechanismen, want soms kom je heel veel weerstand tegen om überhaupt te voelen. Ik word kriebelig van al het voelen. En dan te voelen van, hé, wat zit hieronder? Wat zit hieronder? En waar komt het vandaan? Soms ga je helemaal naar generaties terug. Hele familielijnen. Dat je ziet van, goh ja, oh ja, perfect. Ja, dat was mijn moeder ook. En mijn oma, dat zit aan hele lijnen. Die overdracht. Of ik had graag gewild dat mijn vader meer zijn gevoelens had getoond. Waardoor ik nu minder rationeel was. Er zitten ook heel veel verwachtingen op. Ja. Dus helpt het dus ook het leren om verwachtingen los te laten bij mensen. En helpt het om met bijvoorbeeld, inderdaad, dus zoals ik het gedaan heb, met de moeder van mijn vader te gaan praten, om te kijken hoe was hun situatie thuis vroeger. Je te verdiepen in, hè, want het begint vaak met allerlei verwijten naar je ouders toe of zo, maar als je gaat verdiepen in hoe je ouders zijn opgegroeid, helpt dat met familieleden? Of? Ja, ik zeg ook altijd, ook de opvoeding is perfect. Want je bent niet voor niks meer in dat gezin groot geworden. En iedere generatie heeft ook weer dat meegekregen wat je op dat moment hebt meegekregen. En ik denk, als een ouder wil je kind, hè, wat je op dat moment kan geven, geef je. En natuurlijk is het goed om inzicht te krijgen van, hé, wat waren bepaalde conditioneringen? Of wat waren bepaalde waarden en normen wat ik heb meegekregen? Wat beperkt mij nu? Is het nog iets waar ik nu voor kies of niet? Of dingen die je mag doorvoelen? Want als je jong bent, aap je alles na. Ja. Het zit helemaal in je systeem verweven. En om daar inzicht op te krijgen. Terwijl het is niet goed of fout bij je ouders. Hè? Je kan natuurlijk met ze erover praten. Sommige ouders staan er voor open. En is het mooi om misschien nog gesprekken over te hebben. Maar het is niet zo van, goh, ik heb nu een probleem en het ligt aan mijn opvoeding. Je gaat het weer buiten jezelf liggen. Ja, het is weer buiten. Ja. Maar, het is alleen wel mooi om zicht te krijgen. En door dat zicht en om daar dan weer dat bewustzijn. En dat we doorvoelen en dat het dan, want als je het doorvoelt, laat het jou los. Als jij volledig iets accepteert, laat het jou los. Ja. Dus loslaten is niet het probleem, maar iets volledig voelen en accepteren, daar gaat het om. Dat het er helemaal mag zijn en dan laat het jou los. Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Maar om het volledig te accepteren, om te zeggen, hey, ja, dit is wat het is. En dit voel ik. En dit is of een overtuiging naar jezelf terughalen. En dat bekijken en accepteren. Van, hé, dat zijn mijn gedachten. Die volledig accepteren, dan gaan ze weg. Ja. Ja, toch lijkt het alsof je daar... alsof dat iets luxus is. Ik kan me zo voorstellen dat iemand... Een vluchteling uit Syrië... Ja, die heeft wel hele andere dingen aan zijn hoofd. Hè? Die moet natuurlijk een dak... Ja. Je moet eten, je moet overleven. Ja. Kom je hier pas aan toe? Dat is eigenlijk wat ik wil vragen. Ja, met Maslow, hè? Ja. Met de piramide. Met de piramide? Ja. Kom je hier pas aan toe op het moment dat je de rest allemaal op de rit hebt? Je kinderen zijn groot geworden, je baan dat loopt wel, je huis is bijna afbetaald. Wanneer is nou een geschikt moment om met dit zelfonderzoek echt, want je zegt, nu kan ik er ook echt voor gaan. Of is dat... Ja, je zegt, iedere dag word je wel getrakteerd op die dingen. Ja. Maar het lijkt alsof je er ook wel de tijd en energie en ruimte voor moet hebben om er eens even bewust mee aan de slag te gaan.
Ja, maar dat zou ook impliceren dat als je eerst tijd en ruimte hebt, dan kan ik met mezelf aan de slag. Mm-hmm. En als ik in een maatschappij leef waar alles is voorzien, dan kan ik, weet je, dan is er altijd weer een dan als. Ja. Maar je zei mensen, als ik in landen ben als India of in Afrika, dan ontmoet je ook mensen die eigenlijk zo puur zijn. En dan denk je, oké, ze hebben eten, dat en dat. Maar zij zijn van nature al heel puur. En ik kom ook mensen in Nederland tegen die niet echt hele veel zoekers zijn. Nee. En die niet die hele spirituele wereld hebben afgelopen. Maar die al zo puur van zichzelf zijn als mens. Ja. Die door het leven het eigenlijk al leven. Maar dat is het, hè. Het is dat je... dus ik geloof... En niet zo in dat er eerst een hele weg en dan is het voor mij weggelegd. Want dan zouden we eerst dat met z'n allen. Nee, want dat is, er zijn zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende processen. Ja. En in zoveel verschillende landen. Er is niet één... Maar ik zou het zo kunnen voorstellen. Maar dat hebben we hier in de westerse maatschappij wel. Dat zie je wel heel veel. Dat er eerst van alles en dan opeens... Oh, nu ga ik... Nu moet ik allemaal, en nu moet ik wezen. Ja. Maar ook daarin is niet van, nu ga ik het spirituele pad, dat je op al die stukken het gaat zien. Nee. Terwijl sommige mensen gaan dat pad helemaal niet. Ja. En die hebben het al. Dus dat is wel bizar, dat je soms mensen spreekt, dat je denkt van, wow. Oneerlijk. Wat ben jij zo wijs. En zeg, hoe? Oh, ja, nee, dat is gewoon hoe ik naar dingen kijk. Ik zeg, daar heb ik weer wat cursussen voor. Om dat te begrijpen. Een boekenkast vol, Ja, precies. Heb je dat pas bij jezelf onderzocht? Was jij bijvoorbeeld, heb je gewoon een overactief brein? Ben je gewoon heel rationeel geweest in studies? Want mij valt vaak op dat mensen die gewoon een simpel baantje hebben, of een boer zijn, of op de vrachtwagen, die inderdaad, die zijn helemaal niet, die hebben dat allemaal niet nodig, die kennis hierover. Ja, mooi, hè? Hoe was dat voor jou? Nou, ik was wel een zoeker. Ja. Ik ben eigenlijk al best wel een zoeker geweest. Totdat ik uiteindelijk ook merkte dat het niet in het zoeken ligt. Dat ik hem ook gestopt ben met zoeken. Dat het gewoon echt hier is, in het nu. En soms vind ik het wel fijn om nog zo'n boek te lezen. Maar het komt ook naar je toe. Dat is ook weer, wat ik net zei, in het leven. Soms komt er een boek en dan denk ik, dat is nu net op dit moment mijn boek. Of ik heb een gesprek met iemand en die zegt wat. Denk ik, wauw, mooi. Of... je ziet het op televisie, wat op dat moment net jou raakt. Dus het komt dan ook net in jouw bewustzijn. En op het moment dat je dat gaat zien en gaat horen en ervoor open staat, dan denk je, dat is weer een cadeautje. Ja. En dat eindeloze zoeken en dan vanuit je hoofd, dat was ook een fase wat ik toen nodig had. Dat was oké. Dat had ik nodig, dat was mijn pad. Ja. Dat was onderdeel van dat stuk. En iemand die inderdaad... dat al doorleefd heeft of daar al die dat is gewoon zijn pad en dat is ook oké. Er zit ook niet beter of best in. Nee, er is niet één formule. Nee, want iedereen heeft zo zijn eigen rol te spelen en zijn eigen pad te gaan. Ja. En op het moment dat je dat ook gaat zien, is dat ook heel mooi. Want dan hoef je ook niemand meer te redden. Ja. En dan is ook iedereen is het ook helemaal goed. En iedereen die je op dat moment ontmoet, moet je elkaar ook net op dat moment ontmoeten. Ja. 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 Glinda, ik heb wel eens een serie gekeken op tv, die heette Kijken in de Ziel. Ja. En dat ging er dus over therapeuten onder andere. En daar bleek dat bij therapeuten toch vaak die vorm van therapie die ze gaven, die coachings ook... Mm-hmm. Dat ze daardoor ook met zichzelf bij bepaalde stukken in het reinen kwamen. Hè? Ja, is dat voor jou coaching ook zo? Dat je als mensen met een bepaalde problematiek komen, dat je gespiegeld wordt? Maar ik heb ook wel eens weer eens gehoord, je kan als coach iemand maar zo ver brengen als je zelf bent. Ja, klopt. Ja. Dus hoe verhoudt zich dat? Als iemand met verwijs jij mensen ook wel eens door naar iemand anders? Dat ze met een bepaalde problematiek komen die denkt, dat stuk is voor mij nog niet doorvoeld, dus ik kan jou hier nu niet... Nee, heel vaak komen die mensen wel ook net niet op je af. Dat is ook altijd wel mooi. En het is wel heel vaak zo inderdaad dat mensen op je pad komen. Die, die soms ook net jouw eigen thema ook vertegenwoordigen. En het is natuurlijk ook wel zo dat als je iemand adviseert. Hè, wat eigenlijk niet de bedoeling is in die zin. Hè, maar dat ook heel vaak betrekking heeft op jezelf.
Want dan is het natuurlijk geen het is leraar en leerling. Het is beide. Je beweegt in die verbinding samen. Ja. Er is niet één redder of één iemand die het weet. En dat is in coaching op het moment dat je dat ook gaat zien als coach. Dat je hoeft de ander niet te redden. De ander is al helemaal goed zoals die is. Je kan wel met diegene kijken van wat speelt er op dat moment? En daar een stukje bewustzijn op creëren. En ik ben nu 8 jaar echt coach. Maar ik voelde ook nu wel dat dit stuk ook voor mij nu klaar is. Hoe bedoel je? Als coach. Ja? Ja, ik merkte op een gegeven moment echt dat ik voelde van... ik wil wel even een andere rol. Ik heb heel veel in dit stuk mogen ervaren, mogen leren, mogen geven, mogen ontvangen in die interactie. En ook dit stukje is ook een identificatie met het coach zijn. Ja. Of ook een stukje identificatie met, ik ben eigenaar van Zon. Ja. En Zon staat ergens voor. En ik heb net recentelijk besloten van, de coaches die bij Zon zijn aangesloten, die gaan het verder uitdragen. En ik ga weer wat anders doen. Heb je al een idee wat? Ja. Oké. Ja, ik heb in mijn hele leven komt een stuk terug van leiderschap. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn om eens weer binnen een organisatie leidinggevende te zijn. Om datgene wat ik al mijn mensen adviseer, leidinggevende, om het zelf weer eens te gaan toepassen. In praktijk te brengen, ja. Bijvoorbeeld, weer dat voorbeeld... alles wat ik anderen adviseer, om het zelf te gaan toepassen en te gaan voelen wat ik daar nog in tegenkom. Dus in plaats van soms uit de maatschappij te staan, als coach heb je soms de neiging om ernaast. En dan ga je met die aan de slag weer. Nee, ik ben onderdeel van. En ik ga vanuit daar eens kijken wat dat met me doet. Of met de omgeving doet. En ik vind het wel interessant om vanuit leiderschap eens te kijken wat ik daar nog mee kan. Ja. Dus en het is ook goed om eens vanuit die rollen, om ze los te laten. En daar kwam ik natuurlijk ook alweer een stukje in tegen bij mezelf. Van coach, ik was ook wel even verdrietig. Ik was ook even van, ik ga iets loslaten, ik ga iets nieuws. En hoe ga ik dat nieuwe aan? En dan is er wel bij mij het mag natuurlijk, een moeiteloos proces. Dus ik kijk wat er komt. Ja. Dan kom ik natuurlijk ook weer mijn angsten tegen. Onzekerheden. Het is wel een switch die je maakt. Nu ben je eigen baas. Ja. En wat is het zometeen als ik toch weer ergens in een bedrijf ga werken? Ja. Heb je al een bedrijf op het oog? Of ben je aan het rondkijken? Ja, ik heb het eigenlijk net in de lucht gegooid. Oké. Okay. Ja, en dit is ook weer een proces van, kijk eens wat op mijn pad komt. Ja. En dynamisch. En geduld. Ja. En gewoon kijken. Er is wel al. Ik heb het al een paar mensen genoemd. Toen kwam er wel al iets op een pad. Maar kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Je lijkt me een fijne leidinggevende. Ja, je hebt in ieder geval luisterend oor. Dat maak je ook wel eens anders mee. Hè? Weet je ook wel eens. Ik heb in het verleden ook ooit wel eens een baas gehad die alleen maar oor had voor zijn eigen verhaal. Mm-hmm. Maar goed. Heb jij in dat traject, heb je nog advies voor mensen die al, laten we zeggen, 15 jaar voor dezelfde firma werken? Want het is ook wel makkelijk, hè? Je hebt je vaste baantje, je hebt je vaste inkomen. Mm-hmm. Maar je merkt als mens, dat mens wil ook groeien, hè? Ja. Wat zeg je tegen mensen die bij jou komen, die zeggen van, ik kan hier nog 15 jaar blijven werken. Ik zou wel graag wat spannenders willen doen, of iets meer mezelf uitdagen. Hè? Dan denk ik van, dit kan ik met twee vingers in mijn neus. Maar wat doet dat met een mens? Gewoon maar een beetje door blijven kabbelen. Ja. De meeste mensen die hier komen, die willen uiteindelijk wel iets anders dan. En dan kijken we wel heel erg. Wat je ziet is dat mensen heel vaak wel voelen waar hun talenten liggen. En ook wel voelen waar ze naartoe willen. Vaak in de één gesprek komt het allemaal wel van dat is al iets wat heel lang speelt. Of waar ze heel lang ideeën over hebben. Dat komt niet, dat is er eigenlijk altijd al. Ja. Hè? Dat zit al in iemand. Maar wat het blokkeert is weer de angst. Ja.
Dus wat maakt het om die stap te zetten? En dan kom je natuurlijk van ja, vaste baan, geld, thuissituatie, hypotheek. Ja, precies. Dus dan komt het hele rijtje angst komt weer om de hoek kijken. Dus dat is ook het. Het maakt het eigenlijk wel het thema je pakt. Maar dat heeft ook weer, als je een stap, een verandering wilt doormaken, kom je altijd weer, word je geconfronteerd met: oké, ga ik volgen wat mijn gevoel zegt, mijn hart zegt, die kant wil ik op. Of laat ik me leiden door angst. Ja. En hoeveel in je leven laat je je leiden door angst? En wat ik dan op een gegeven moment, op het moment dat dat zichtbaar wordt, dat stukje angst, en dat is eigenlijk het weer het doorvoelen van wat zit eronder. En dan kom je allemaal thema's tegen. Onzekerheid. Is dit wel de juiste keuze? Wou ik dat wel, maar eigenlijk ben ik altijd klein gebleven. Weet je, wat doe maar gewoon en doe ik gek. Mm-hmm. Weet je, allemaal van dat soort. En dan uiteindelijk dat doorvoelen om te kijken of je uiteindelijk kan gaan kiezen. Van ja, ik gun mezelf de volgende stap. Ja. En dan kijken of dat makkelijk op je pad komt. Dus dat, ik zeg ook altijd, je hoeft het alleen maar eerst eens te benoemen. Nou, wat ik nu net ook gedaan heb met mij is natuurlijk van, hé, ik vind het eigenlijk wel leuk om weer eens wat anders te doen. Ja. Ik wil eigenlijk wel weer eens die bedrijven in. En op het moment dat ik het mezelf toesta om het van, hé, dat mag best wel. En ik ga het zeggen. En ik ga het tegen een aantal mensen zeggen. Dan ontstaat er in de energie ontstaat er van alles. En opeens komen de mensen naar je toe. Ja. En dan zie je wel van, hé, gaat het makkelijk? Is daar waar ik blij van word? Ja, en dan volgt er wel weer een volgend iets. Ja. En tuurlijk kom ik dan ook tegen. Wat laat ik los? Ja. En hé, ik vind het even spannend. Of ik vind het eigenlijk ook wel. Opeens gaan mijn coaches, die gaan van alles doen. Maar dan ben ik ook wel van, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ja. Maar er komt weer van alles op mijn pad daardoor. Ja, blijft in beweging. Ja, het blijft in beweging. En wat vind jij, Glinda, van die uitspraak in de non-dualiteit? Hoeken, Advaita. Alles gebeurt gewoon. We hebben er geen invloed op. Het leven is als één groot schouwtoneel. Jij zit er als toeschouwer bij. Je hoofd komt er altijd achteraan met een verklaring waarom dingen zo gegaan zijn. Of waarom je daar toen voor gekozen hebt. Maar eigenlijk hebben wij geen keus. Mm-hmm. Ben je het daarmee eens? Of zeg je dat is non-dualiteit op een totaal verkeerde manier interpreteren? Nou, dat is weer die twee niveaus. Het leven, hè, het eerste niveau, is dat het leven leeft. Zijn leven. Er is altijd verandering. Ja. En daarin is er altijd beweging. En daar heb je niet altijd een keus. Het tweede niveau is van een stuk van het ego. Heb je altijd de keus, kies ik voor liefde of kies ik voor angst? En kies ik om mijn eigen stukken aan te kijken of blijf ik projecteren? Ja. Daar heb je een keus. Want het andere is er ook natuurlijk een beweging waar dingen komen en gaan. Ja, maar en relaties komen en gaan en werk komt en gaat. Ja, omstandigheden. Omstandigheden, ja. Ja, je hebt niet over invloed op. Ja. Maar het is maar wel weer, hoe ga je ermee om? En zie je alles als van, oh, dit overkomt mij. Of, oh, nu, wat gebeurt hier allemaal? Ja. En nu ben ik slachtoffer. Of kan je soms ook, of kan je kiezen? En soms is het ook het grotere plaatje dat je het nu niet ziet, maar een paar jaar later denk je, hé, dit was een groot geschenk. Ja. Dit was iets wat ik toen heel erg vond. En nu kan ik zien wat het me heeft gebracht. Ja. Het was een geschenk in vermomming. Ja. Maar het is elke keer weer, kies ik van voor liefde of voor de angst. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, kies ik voor gelijk of kies ik voor geluk? Ja. Is dat een beetje zo'nzelfde? Kies ik voor gelijk, ja. Want eigenlijk geluk, het is niet zo dat je altijd gelukkig bent. Want dan zitten we in van, ik moet gelukkig zijn. Mm-hmm. En ik moet gelijk. Geluk, want het leven heeft zijn plus en zijn minnen. Geluk en ongeluk, het is allebei oké. Ja. Je bent blij en verdrietig. Het is allebei nodig. Ik ben niet altijd gelukkig. Nee. Maar er is op de achtergrond iets waarvan je weet, het is oké. Ja. Je gaat niet meer de strijd aan met je ongeluk. Nee, maar ook niet met het geluk. Ik ga het geluk niet meer halen of zoeken. Het, een beetje het zoeken naar geluk, wat we met z'n allen massaal doen, mm-hmm. maakt dat we heel ongelukkig zijn. Want we zijn steeds aan het zoeken. Ja. Terwijl het is er nu. Ja. En daarin dat nu is eigenlijk, dat komt en
negaat het gevoel van, hé, ik ben even gelukkig, ja, ik ben nu even moe, of ik ben nu even verdrietig. Maar dat is ook oké, want dat is, waarom is dat geen geluk, ja, even verdrietig zijn? Dat is ons aangeleerd, hè? Ja. Verdriet is slecht. Ja. Blijdschap is goed. Ja. Ja, je zal maar de rest van je leven blij zijn, heb ik ook al gezegd. Ja, ja. Dat zou ik toch ook... Dat zou ook geen avontuur meer, nee, dat zou knap vervelend worden. Ja. Ja. Nou, zonder wrijving geen glans. Je hebt ups en downs, dat is nou net die tegengesteldheid. Ja. Als de hele wereld blauw zou zijn, wijs dan nog maar eens een keer de kleur blauw aan. Die is niet meer te vinden, want daarvoor is het in het, zijn die andere tinten, ja, nodig. Ja, dus dat, daar kan ik wel wat... kan ik er wat mee. Ik kan me voorstellen dat mensen nu deze gesprekjes gezien hebben. Die gaan jouw boek zoeken. Waar, ja, is dat te vinden? Het boek heet Pure Vrijheid. En het is bij bol.com of bij Bookscout. Daar kan je het bestellen. Ja. Maar nu zit hier iemand te kijken. Ik denk, oh, daar wil ik wel een coaching van. Dan heb je net verteld van, nou, ja, de coaches die... ja, maar ik heb nog 5 coaches. Ik werk het zonnegroep.nl. Ja. En ja, wij werken met 6. En ik blijf nog betrokken, want ik ben eigenaar van Zoom. Ja. Maar ik vind het daarna ook leuk om nog even een nieuwe uitdaging aan te gaan. En lezingen, heb je dit niet wel eens gedaan? Zou je dat wel eens willen doen? Nee. Naar aanleiding van je boek? Nee. Nee, dat is niet iets wat... ja, dat boek is gewoon eigenlijk gewoon ontstaan. Ik hou heel erg van ondernemerschap en van coaching. En ik heb eigenlijk vanuit Zoom een methodiek... En uiteindelijk online training. En daar kwam eigenlijk een soort e-book bij. En dat boek is uiteindelijk uitgegeven. En daarnaast weer het verzoek om mijn persoonlijke verhaal erbij te doen. Dus het is meer dat het boek is ook zomaar ontstaan. Ja. Het is niet dat ik ben een schrijver of ik wil uiteindelijk presentaties. Nee, dat is niet iets wat ik nu heb. Het kan misschien zo komen, maar het is niet iets wat ik... Ook geen tweede boek in de pen... Nou, misschien op termijn over leiderschap. Leiderschap. Dat is wel iets waar ik... maar dan mag ik natuurlijk mijn geest weer gaan doorvoelen. Doen. Ja. Ja. Oké, Gelinda, nou, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, jij ook. Bedankt. En succes met de rest van je leven. Ja. Ja, jij ook.